De wielen van de bus die draaien rond, draaien rond, draaien rond. De wielen van de bus die draaien rond, als maar door. Oh, mijn arme voeten! Toen ik wilde helpen bij het schoolreisje, dacht ik dat we naar het Piekenpolder pretpark gingen. Niet bergwandelen. Maar dat houdt je zo in vorm, Diebertje. Oh, dank je hoor, Klaas. Maar wanneer de zon daalt boven Piekenpolder, sluipt er een eng wild beest rond op zoek naar voedsel. Er staat niets in mijn kampeertrainingsboek over rondsluipende wilde beesten. Kijk. Je bedoelt een wild schaap? Maar het is waar, Mandy. Als mijn Norbert zegt dat het waar is, dan is het waar. En daarmee basta. Dank je, mam. Oh! Oh, pas op! Oh, 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 oh. Is alles in orde met iedereen? Ja, ik denk van wel. Dat was nou echt cool, zeg. Net als op tv. Kunnen we nu weer verder, Klaas? Het spijt me, Diebertje. We zitten vast. Vast? Wat zei die? Vast? Echt waar? Ja, ik moest uitwijken voor een of ander dier. En hier is het nogal moerassig. Oh, we zijn gepureerd. Rustig, Diebertje. Ik bel om hulp. Ik heb geen bereik. Dus krijgen we dan geen hulp? Oh, wat moeten we nou toch doen? Het dier dat Klaas bijna raakte... kan wel het wilde beest zijn geweest. Dat is niet grappig, Norbert. Rustig maar, Jaap. Iemand zal ons vast snel gaan missen. Dus daarom hebben we het niet direct over een noodgeval, Brenda. Het spijt me, Sam. Ik wou dat tijger er niet steeds vandoor ging. Het is heel normaal dat katten er een paar dagen op uittrekken... Hij kan overal zijn. Buiten. Helemaal alleen. Goed. Ik zal extra naar hem uitkijken. Hij komt vast wel terug voor het eten. Ja. Ja, je hebt gelijk, Sam. Over eten gesproken. Ik zet dat van de tweeling klaar. Ze kunnen ieder moment terugkomen van hun schoolreis. Laat mij door. Geef de commandant eens wat ruimte, hè? Norbert Buk! Had ik kunnen weten. Hallo, brandweercommandant Staal. Help mijn jongen nou toch! Denkt u dat u hem kunt bevrijden? Achteruit allemaal en geef hem wat ruimte graag. Dit doet mij denken aan een jongen die met zijn hoofd vast zat in het duinhek. Maar hij zat weer vast op deze manier. Zo! Oh nee... Nee, help me. Nee, ik zit vast. Ja, trek me eruit. Nee, niet daar. Het zijn zijn oren, zie je? Ze zijn groter dan die van mij. Oh, dit is belachelijk. Waar blijft de echte hulp? Het is een nare dag. Sinds de zon voor me scheen, viel ik eerst in bad, toen over de kat. Toen brok ik mijn been. Wat? Brandweercommandant Staal zit ook met zijn hoofd vast in een hek. Maar Sam en Jenny zijn nog niet terug. Ik ben de enige hier. Ik kan helemaal niks doen. Ofwel, iemand is in nood. Ik moet toch iets kunnen doen. Tuta, 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 tuta. Hé, hey, dat zal jullie hebben. Dat is Elvis. Huh? Crispijn. Meld me voor dienst. Klaar en beschikbaar. Oh, grutjes. Geen probleem. Ik heb je er zo uit. Klaas, pak de pneumatische pomp. Hij ligt achter in Venus. Oké, Elvis. Vrouwen en kinderen eerst, hè? Oh, mijn kleine engel. Je bent weer veilig. Kun je me dan nu bevrijden van mijn moeder? Oh, nou,
Ja, dat heb je prima gedaan. Uitstekend. Laten we dit wel onder ons houden, hè, Crispijn? Okido, brandweercommandant Staal. Alles in orde? Oh ja, alles is prima. Dankzij Elvis. Hij is een held, Sam. Wat een fantastische brandweerman. Brandweerman Crispijn is altijd klaar en beschikbaar, Sam. Zelfs met een gebroken been. Dus, nog één keer. De pijlen hier, hier en hier geven de route aan die gelopen moet worden. Wauw, het lijkt wel een echte race, hè, baas? Omdat het ook een echte race is, Crispijn. Oké, baas. Goed, laten wij beginnen. Dan volgt nu de loting voor de driebenenrace. Ha, Crispijn, jij rent met Mark Voet. Woehoe! Wow! High five! Dat wordt knallen! Jaap Jansen rent met Sarah Jansen. Oh, nee! Mijn broer, die Sloma. Mijn zuster, die Zeer. Norbert Puk. En Mandy Voet. Oh, ja! U kunt ook de beker meteen aan ons geven. Dat betekent dat Sam wordt gekoppeld aan Diewertje. Oh, daar gaat je kans om te winnen. Zit je vast aan mij? Onzin, Diewertje. Je moet gewoon vertrouwen hebben in jezelf. Dat is genoeg. Zo, klaar. Dat blijft de hele race wel zitten. Succes allemaal en denk aan de pijlen. Op uw plaatsen. Klaar. Af. Ja. Oh, oh, oh. Rustig, Norbert. Maar alleen de eerste krijgt een trofee, Mandy. Het is links, rechts, links, rechts, rechts, links, links. We zingen, we gaan swingen van je bam, bam, boe. We zingen, we gaan swingen van je bam, bam, boe. Sorry. Hey, ja, is goed. Jullie mogen gaan, hoor. Er zijn nog een paar probleempjes, commandant. Het spijt me, Sam, dat ik je zo teleurstel. Je moet zorgen dat je in een bepaald ritme komt, Diewertje. Bedenk iets wat je daarbij kan helpen. Een rijmpje. Oh, zoiets als... De prijzen zijn top in Diewertje's shop. Nou, maar laat het proberen. De prijzen zijn top in Diewertje's shop. De prijzen dat zijn is het, top Diewertje. In Diewertje's shop. De prijzen zijn top in Diewertje's shop. Oh, veel. Wat is die driebenenrace hard werken? Doe maar rustig, hoor. We liggen voor. En ik weet ook hoe we voor kunnen blijven. Let maar op. Hé, hey, wat doe jij nou? Sssst. Geef je het nu al op, Norbert? Nee, hoor. Ik geef jullie alleen een voorsprong. Kom nou, Elvis. Deze kant op. Hou op met trekken, Jaap. Jij loopt te duwen. Jij duwt. Jij loopt te trekken. Doe nou, Tom. Waar blijf je? Ah, ik begin wel zonder hem. Hij komt er zo wel aan, denk ik. Zo, dit is een goede plek om hem af te steken, vind je niet? Misschien wel. Er is niemand in de buurt. Alleen ik, jij en de fakkel. Weet je zeker dat het niet gevaarlijk is? Mandy, je klinkt nu net als mijn moeder. Als er mensen doorgered worden, hoe kan het dan gevaarlijk zijn? Daar zit wat in. Oh, wat? Oh nee, het touw zit zeker vast. Ik kan geen kant op. Rustig blijven, Jenny. Je hoeft alleen Tom maar te gaan bellen. Oké, Jenny. Dat wordt dus niet bellen, maar bulderen. Help! Help! Help me dan toch! Ik hoef alleen maar op deze knop te drukken. Doe maar hoor, Mandy. Doe het. Nee. Je durft het helemaal niet. Je bent gewoon bang. Het is niet dat ik hem niet durf af te steken, Norbert. Het is dat ik het niet wil. En het kan me niks schelen als ik dan niet cool ben. Help! Oh! Luister, de
komt. Help! Help! Ik zit vast. Het komt van de rotsen. Kom op. Help! Help! Hierboven! Oh, het is Jenny. Oh, gelukkig dat jij bent. Ik zit vast. Dan moet iemand snel hulp gaan halen. Wacht eens even. Wat heb je daar in je hand? Oh, dat is een fakkel. Wat? Maar dat is geen speelgoed, hoor. Ik heb hem gevonden. Ik wilde hem net aan brandweerman Sam geven. Goed zo. Maar nu kan ik hem heel goed gebruiken. Mandy, kun je hem hierheen gooien? Ik? Oh, goed dan. Goed gegooid, Mandy. Wow! Wel alle apenootjes. Waar is nou toch die... fakkel? Oh, die komt van de rots. Ik bel meteen brandweerman Sam. Oeh, een noodfakkel vanaf de rotswand. De benzine is op. Maar goed dat ik altijd een extra jerrycan mee heb. Ja, ik heb beet! Goed. Haal hem binnen, commandant Staal. Jongs, alarm! Brand! Achteruit, Karel. Ik beveilig de omgeving. Alsjeblieft, richt hem op de vuurhaard. Heel goed, Karel. De motor is verbrand. Dan moeten we maar bellen voor hulp. Brand op zee. Karel en commandant Staal in de problemen. Jij gaat met mij mee, Jenny. Elvis, jij blijft hier in bemante kazerne. Er is brand op zee. Oké, Sam. Succes! Recht vooruit, Jenny. Hou je vast, Sam. Hallo, Karel. Wat is er gebeurd? Het is allemaal mijn schuld, Sam. Al bent u niet de beste zeeman ter wereld... maar toen iemand het hoofd koel moest houden... was u de juiste man... Oh. En het lijkt erop dat u beet heeft. Oh. Wat een kanjer. Ja, en hij stribbelde behoorlijk tegen. Waarom neem je de vis niet mee naar het café? We hebben genoeg voor iedereen. Oh, dat is een goed idee. Ik heb Elvis gebeld. Hij zei dat er een noodgeval was. Ik ben klaar en beschikbaar. Oh, maar kijk uit. Ik heb vergeten om hem op de hoogte te zetten. Er is brand bij Mark Voet thuis. Ga er snel naartoe. Heeft het te maken met het kampvuur, commandant? Ik denk het wel. Ik vrees dat het te hard ging. We zouden er na het werk toch naartoe gaan, hè, baas? Ja, dus dan kan ik net zo goed meegaan, is niet?
Daar is Sam! Is het kampvuur, Mark? Nee, het is in de woonkamer! Gasmaskers op, mannen! Alles onder controle. Gelukkig was het niet erg. Dank je, Sam. Bedankt, hoor, Sam. Hoe is het eigenlijk begonnen? Het was mijn schuld. Ik legde een doek over de pompoen, zodat het op het spook van Piekepolder zou lijken. Om eerlijk te zijn, liet ik de kaars branden. Laat nooit een kaars branden als je weggaat. En leg helemaal geen doek over een vlam. Het spijt me. Het was echt geen opzet. Ik wilde alleen maar de bankmaakwedstrijd winnen. Meer niet. Het was een ongeluk, Norbert. Geen zorgen. Maar het vuur heeft wel voor een hoop rommel gezorgd. Ik maak het allemaal schoon. Ik help. Ik ook. Laten we allemaal gaan helpen. Ah, dat zou geweldig zijn. Onthoud nou eens, Norbert. Alles heeft zijn tijd en alles heeft zijn plaats. Oké, Sam. Dat beloof ik. We hebben, geloof ik, een winnaar. Norbert en Mandy in de problemen? Oh. Radar is alleen teruggekomen bij Nelly Voet. Nelly denkt dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Radar kennende, is dit vast ernstig. Zeg tegen Nelly dat ze radar daar houdt. We zijn er zo. Wow, dat ging net goed. Zouden die schapen misschien met het ongeval te maken hebben? Weet je ook waar Mandy en Norbert naartoe gingen, Nelly? Mandy had het over de wei. We moeten radar volgen. Ik neem de ambulance voor als er iemand gewond is. Dus van Mark. Goed gedaan, Radar. Goed gedaan. Mark, is alles goed? Alles is goed, Nelly. Ik kan er alleen niet uit. Wist jij al dat die deur klemt? Oh, Mark. Oké, allemaal ruim afstand houden. Jenny, ga met de brandslang bij de bus staan voor het geval die in brand mocht vliegen. We moeten je losknippen, Mark. Jenny, pak de superkriptang. Wat is er gebeurd? Ik denk dat het iets met die loslopende schapen te maken heeft. Ja, ik heb geprobeerd om ze hun hok in te drijven. Met radar zeker. Ik zei toch, het is geen schaapshond. Weet ik. Kom, Mark. Geef me je hand. Oh, dank je, Sam. Jongen. Ik heb er toch zo'n spijt van. Ik wil de kazerne. En vertel ze over de schapen. En? Goed nieuws. Mark Voet had een ongeval, maar hij is gered. Goed gedaan, verrader. Hè? Wat een held. Sam zei ook nog iets over loslopende schapen. Zeg, baas, mijn hik, het is over. Mark zei al dat schikken zou helpen. Oh, nee. Geloof me, dit wordt de mooiste bloemen- en groenteshow die je ooit hebt gezien. Dat denk ik ook. En doe je zelf ook nog mee aan de wedstrijd? Oh, natuurlijk. Nelly komt met haar rozen en ik heb een pompoen gekweekt op de composthoop.
Zo, dat noem ik nog eens een composthoop. Waarom rookt het zo, Sam? Al die rottende schillen en takken zorgen voor veel warmte. Daarom moet je hem af en toe omscheppen, anders kan hij zelfs in brand vliegen. Heb je dat gehoord, pap? Ja, dat doe ik ook. Nadat ik de pompoen heb geplukt. Ik ga weer terug naar de centrale. Tot straks bij het jureren. Ja, dag Sam. Kom maar, mevrouwtje Tomaatje. Dan kunt u nog even uitrusten voordat we naar de familie Voet gaan. Oh, is te veel zon hier. Maar misschien staat u dan liever op de... Ik ben er weer. Ik kom boven om het water op te zetten. Oh, nee, wacht. Nog niet boven komen, Sam. Oh, hij mag mevrouwtje Tomaatje nog niet zien. Oh, nee, het aanrecht is veel te smal. Oh, nee. Is er wat, Elvis? Nee, alles oké. Okay. Ik heb trek. Zijn er nog koekjes? Ja, volgens mij staat de koektrommel beneden in het kantoor. Nee, ik ga wel even kijken. Oh. Mevrouwtje Tomaatje, wat moet ik nou toch met u doen? Huh? Oh, dat brengt me op een idee. Wat moet dat nou voorstellen, mam? Het moet niks voorstellen, Norbert. Het is kunst, bloemenkunst. Oh, is dat jouw bijdrage voor de bloemenshow, Elvis? Heel modern, vind ik wel. Nee, dit is de tomatenplant van commandant Staal. Tenminste, dat was het. Waar zijn de tomaten dan gebleven? Die zijn er afgevallen toen hij uit mijn handen gleed. Ik krijg er allemaal land, zeker weten. Maak je toch niet druk, Elvis. Ik heb veel meer trammeland gehad dan jij. Ik weet wat je moet gaan doen. En ben ik geniaal of ben ik geniaal? Maar je kan zien waar de tomaten vastgeplakt zitten. Geen punt. Als je hem maar achter iets groots en afschuwelijks verstopt. En ik weet precies waar achter. Wil je een wens doen? Oké. Daar gaat-ie. En? Wat heb je gewenst? Oh, dat kan ik niet zeggen, hoor. Daar komt de wens niet uit. Ah, doe nou! Nee. Je moet het me zeggen. Zeg haar nou gewoon wat je gewenst hebt en haal me hier uit! Hij praat! De wens moet praat! Ik ben een boom! Ik zit vast! Norbert! Ik ga meteen brandweerman Sam bellen. Oh, Norbert Puck zit vast in de oude put. Norbert zit vast in de put bij het wandelpad. Zo snel als je kunt erheen, Sam. Misschien zit hij zonder eten. We kunnen het frame niet gebruiken om ons te laten zakken. Die staat nog op de oevertoren. We hebben geen tijd meer om die te pakken. Dan zul je in de put moeten abseilen, Sam. Succes, man. Hier, Norbert. Hier heb je wat vitamine. Dank je, Bob. We zijn er bijna. Daar is Sam. Hij is er. Haal hem eruit, Sam. Oh, alsjeblieft. Natuurlijk doen we dat, Diewertje. Oké, Jenny. Maak het touw vast aan die paal daar. Ik kijk bij Norbert. Oké, Norbert. Ik kom abseilen de put in om je te halen. Okido, Sam. Doe je wel voorzichtig, Sam. Oh, wat is hij toch dapper. Oh, nou heb ik al het geld laten vallen. Laat dat maar zitten, Norbert.
Wat deed jij daar in die put, Norbert? Het spijt me, mam. Ik kon niet wachten tot mijn verjaardag voor een nieuw skateboard. En toen ik hoorde dat de put vol met centen lag, dacht ik, dan koop ik daar een nieuwe van. Oh, wat ben jij toch een ongeduldige jongen, Norbert Puk. Ik weet het. Sorry. Maar mam, ik was ook zo gek op mijn skateboard. En daarom kocht ik dit. Wow! Dankjewel, Klaas. Maar op 2 voorwaarden. Niet spelen in de put. En niet skaten in de winkel van je moeder. Dat is goed. Ik beloof het. Het is goed. Je bent zo weer terug waar je thuis hoort. We gaan beginnen, Mandy. Koppel het harnas. Dag hoor, kleine walvis. Dank je, Tom. Komt het wel weer goed met hem, Sam? Vast wel, nu die weer thuis is waar hij hoort. Graag gedaan, Mandy. Oké, Mandy. Laten we naar mijn huis gaan en kijken wie de meeste zeebeestjes heeft. Alsof we dat al niet weten. Wat willen jullie doen? Nou, maar ze kunnen toch niet praten, Mandy? Hoe weet jij dat nou? Dan gaan jullie terug naar waar jullie horen. Hallo? Ik ben nog steeds de winnaar, oké? Wat jij wilt! Eindelijk! Een mooie foto van de Piekenpolder Brandweerbrigade. Sorry allemaal. Ik geloof dat het rolletje vol is. Maar je had er vanmorgen toch een nieuw rolletje in gedaan? Waar heb je dan allemaal foto's van gemaakt, Klaas? Ik heb foto's gemaakt van... Er is telefoon. Dank je, Sam. Misschien in het vervolg de handrem gebruiken, Mark? Kijk eens, de poster is af, Norbert. Voor je raketlancering. Mooi. Hang de posters maar overal in de stad op. Iedereen moet mijn raketlancering kunnen zien. Goed. Zet voorzichtig de neuskegel op zijn plek. Geniaal! Alles goed en wel hoor, met die raket als hij omhoog gaat. Maar wat gebeurt er als hij terugkomt? Hij kan overal neerkomen. Rustig maar, Diewertje. De raket van Mark heeft een parachute om te landen. Hij heeft werkelijk overal aan gedacht. Ik dacht dat de raket van Mark was, niet van Norbert. Nee, pap. Norbert heeft ook een raket gemaakt die nog groter is dan die van Mark. Nog groter? Dat mogen we niet missen. Ik zal er zijn. Jaap Jansen, wat heb jij daar op mijn schone raam geplakt? Een poster voor Norberts raketlancering, mevrouw Puk. Oh, deze stad heeft een raketkoorts. Dacht het dus niet, Norbert. Jij gaat niet zomaar in het wilde weg raketten lanceren. Oh, dat is nou jammer, mam. Ik wilde u juist de lanceerknop in laten drukken. Oh, de lanceerknop? Precies. Net zoals de koningin bij een schip doet. Oh, als de koningin? Oh, wat een eer, zeg. Ik
begrijp niet waar iedereen is. Ik dacht dat ze allemaal wel wilden zien hoe de voetvlieger de ruimte in zou gaan. Dan wachten we toch nog even. We kunnen niet te lang wachten, Elvis. We hebben hier Jupiter, Venus en Nelly met de ambulance. Wat als er ergens anders een noodgeval is? Rustig maar, pap. Ik weet zeker dat ze er zo aankomen. Oh, hij is niet zo groot. Ik had hem veel groter verwacht. Je weet maar nooit. Iedereen een stukje naar achteren. Kom op, mam. Druk maar op deze knop. Ik noem deze raket Piekepolder 1. Veilige landing. Wow! Kijk hem eens gaan. Oh, mijn slimme Norbert. En wanneer gaat de kleine parachute open? Als alles maar goed gaat met Mark. We moeten samen nog een duet zingen. Maak je niet druk, Elvis. Er is vast niks met hem aan de hand. Kom maar mee. Goed. Zit hij hierachter? Oké, Mark. Ga zo ver mogelijk achteruit. Ik sla de deur in met mijn bijl. Ga je gang, Sam. Tijger, spring hierin. Dan blijf je droog. Ga je het water niet afsluiten? Of eerst de pomp halen? Eén ding tegelijk. We moeten eerst weten of Mark wel veilig is. Mark, ben je ver genoeg weg van de deur? Ik denk het wel, Sam. Pak mijn hand, Mark. Bravo, Sam. Ah, Tijger is gered. Je bleef heel rustig. En je deed één ding tegelijk. Oh, ik wou dat ik dat gedaan had. Dan had ik nou niet zo'n troep gemaakt. Geef niet. Je bent weer veilig. Ja, dank je, brandweerman Sam. Kom op, Mark. Laten we ons duet gaan zingen. Wacht eens even, Elvis. Eén ding tegelijk, weet je nog? Ja, ik ga de hoofdkraan afsluiten. Elvis, ga mee de pomp halen om al het water weg te pompen. En ik moet nog een dametje in nood uit de kast halen. Daarna kunnen we allemaal naar de kade om naar Elvis en Mark te luisteren. Flip, flop, ik voel me weer top. Flop, flip en ik voel me tip. Flip, flap, zing ik hier voor de grap. We doen de flip, flap en de flip, flap, flop. Hoera! Hoera! Goed zo, jongens! Goed zo, mannen. Wat? Daarboven? Ja, veel beter dan van achter dat stomme touw. Veel te ver weg. Oh. Dit is een noodgeval. Er is een enorme brand. Maar gelukkig, daar komen Sam, Jenny en Elvis om te blussen. Wauw, dit is machtig. Schuif eens op, Jaap. We gaan wat dichterbij zitten. Ik durf niet te bewegen. Hebben luchtversterking nodig. Aha, daar is Tom met zijn helikopter. Ik heb je, Jaap. Die zit in de problemen. Elvis, we gebruiken de ladder van Jupiter hiervoor. Oh, dat is mijn Norbert! En mijn Jaap! Help!
Oké. We hebben jullie zo weer beneden, jongens. Afdalend in een hardas van spijt, dames en heren, is hier Lorberpunk. Oh, wat was je daar boven aan het doen? Ja, Jaap? Sorry. Het was mijn idee. Ik dacht dat we daar vandaan de reddingsactie beter konden zien. Jullie werden de reddingsactie. En begrijp je het nu? Waarom veiligheid hier voorop staat? Brandweerkazernes kunnen gevaarlijk zijn voor kleine jochies. Wat fijn, commandant. Uw open dag was een geweldig succes. Ja. Radar heeft helaas flink te pakken gehad. Ik vraag me af van wie die is. Deze laars is van u, baas. Van mij? Mijn laarzen gebruikt? Wat? Crispijn! Sorry, commandant. Elvis maakt even een ommetje. Stel brand hem aan Sam bellen! Nee, er is brand in de keuken van Mark Voet. Brand in de keuken bij Mark Voet. Ga er zo snel mogelijk heen. Oh ja, ze zijn onderweg bij Jupiter. Dus ik ben net een echte brandweerman, dankzij mijn radio. Staal voor Jupiter. Ah, daar gaat hij weer. Jupiter. Ik weet niet of je wel moet luisteren. Hoor je me? De keuken van Mark Voet staat in brand. Je moet er zo snel mogelijk naartoe. We zijn onderweg, baas. Brandweerman Jaap, snel te hulp. Maar Jaap! Oh nee, dit is een echte brand. En misschien is Mark nog binnen. Ik moet hem waarschuwen. Ja, brandweercommandant Staal. Ik sta veilig buiten. Oh, goed zo. En niet weer naar binnen gaan. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Oh, Mark, heb jij Jaap soms gezien? Nee, Sarah. Hij is daar binnen. Waar is hij? Oh, nee. Geen paniek. Daar is brandweerman Sam. Die weet wel wat hij moet doen. Brandweerman Sam? Wat? We hebben geen tijd te verliezen. Ja, daar zit je. In de woonkamer. Ik zie niks meer. Elvis, schakel de stroom uit. Ik haal jou. Ja, pak mijn hand. Ik leid je naar buiten. Zo, de brand is geblust, hoor. Bedankt, Sam. Ik zal nooit meer naar zo'n brandweerradio luisteren. Ah, dus daardoor was jij ons elke keer een stap voor. Je gebruikte een brandweerradio. Het spijt me. Ik wou zo graag brandweerman worden, net als jij. Maar nu hoeft het van mij niet meer. Niet zo snel opgeven, Jaap. Een dappere knul als jij kan later een heel goede brandweerman worden. Echt waar? Ja. Je moet alleen eerst goed getraind worden. Misschien kun je tot die tijd wat meehelpen in de kazerne. Ja! Oh ja! Erg lekker. De worstjes zijn klaar! Wauw! Dit is een gasfles, mannen. Sommige barbecues gebruiken gas in plaats van houtskool om hun heerlijke worstjes op te bereiden. Moet je gasflessen niet uit de buurt van vuur houden? Dat klopt, Sam. Als ze te heet worden, dan kunnen ze ontploffen. Is het nou ondertussen al tijd voor de barbecue? En? Wie is de barbecue-kampioen van Piekepolder? Oh,
Het is zo moeilijk om te kiezen. Ik heb nog steeds honger. Zal ik nog meer eten, zodat ik zeker weet wat het allerlekkerste is? Wij lusten ook wel wat. We hebben reuze honger. Geen probleem hoor. Mijn garnalen zijn veel sneller klaar dan die worstjes van Klaas. Dat zullen we nog wel eens zien. Het gras wat hoger en het gaat nog sneller. Wauw, dat is slim zeg. Ik kan ook slim zijn. Ik hoef er alleen maar wat houtskool bij te gooien en dan gaat het bij mij ook sneller. Geen probleem hoor, ik zet hem gewoon op zijn hoogst. Ik gooi gewoon alle houtskool er in één keer op. En moet je dan eens kijken. Ik zal jou laten zien wie de barbecue kampioen van Piekepolder is. Klaas, ik geloof dat het iets te veel was. Huh? Oh, oh. Achteruit, Norbert! Ik ga brandweerman Sam bellen. Oh, door de barbecue van Klaas Kozijn heeft een boom vlam gevat. Er is een barbecuebrand op de picknickplaats. Ik hoop dat jullie vanmorgen allemaal goed hebben opgelet. Nou, Elvis, ik denk dat je je bosjes eerder krijgt dan je dacht. Ik hoop dat er nog wat over is. Jenny, ik denk dat we hier twee slangen voor nodig hebben. Oké, Sam. Oké, Elvis, draai de kraan open. Sam, kijk, er staat een gasfles onder en die zou wel eens kunnen ontploffen. Goed gezien, Elvis. Hou iedereen op veilige afstand, dan gaan wij nu blussen. Komt in orde, Sam. Ben. Wat is dat nou? Vliegende vlammen in Vladingen. Dat is natuurlijk dat vliegtuigje weer van Jaap. Oh. Huh? Oké, Sam. Rustig maar, Dolly. Je bent zo weer veilig, hoor. Huh? Nou, ga weg! Ja, Harris. Goed zo, Elvis. Oh, hey, een briefje. Oh, nee. Jaap en Norbert zitten vast in een boom. We zorgen dat Tom je gauw naar beneden brengt, Elvis. Jenny, let jij op de kazerne? Ik ga Jaap dat vliegtuigje persoonlijk teruggeven. Ik hou het niet. Niet loslaten! Oh, kijk! Hoera! Volhouden, Norbert. En gaan we ze op dezelfde manier redden als we bij Dolly hebben gedaan? Deze keer niet, Elvis. We moeten eerst Norbert redden en dan Jaap. Jij haalt het vangnet, ik de ladder. Oké, Sam. Snel, ik hou het niet lang meer vol, Sam. Laat je maar vallen, Norbert. Wij vangen je op. Dat was leuk. Rustig maar, Jaap. We hebben je zo weer beneden. Dank je, Sam. Oh. Volgens mij is dit van jou, Jaap Jansen. Ja. Nou, omdat je het dit keer goed hebt gebruikt, zullen we het er verder maar niet meer over hebben, hè? Oh, dank u, brandweercommandant Staal. Ja, het was erg dapper om het naar Piekepolder te vliegen. Ook al wisten jullie dat jullie in de narigheid konden komen. En je was een prima piloot. Bijna net zo goed als ik toen ik commandant sta... Oeps. Aha, als ik het niet dacht. Ik leerde Jaap alleen maar hoe je moest vliegen. Dat is niet waar. Goed, dan zit er nog maar één ding op. Afstandsbediening, Jaap. Bedankt, Norbert.
Nu wordt mijn vliegtuig afgepakt. Nee, Jaap. Het is tijd dat iemand jullie laat zien hoe je zo'n ding moet vliegen. Oh, ah, ja. Ah, ja. Ik herinner het me weer. Ja, ja. Dan draait hij. En bukken. Huh? Bukken! Jij moet loslaten. Oh. Goed gedaan, Norbert Puck. Nou, dat zou niet gebeurd zijn als jij niet zo'n slome slak was, Sarah. Genoeg. Doe het lekker zelf, eigenwijs joch. Bekijk het maar. Goed, ga maar. We hebben je helemaal niet nodig, hè, Wally? Wally? Ik ruik een brandlucht. Huh? Oh, nee. De taart. Oh, Norbert. Ik bel brandweerman Sam. Oh, brand in de keuken van de familie Voet. Oh. Brand in de keuken van de familie Voet. Ga er zo snel mogelijk naartoe. Goed. Oké. En waar moet ik dit nu in stoppen? Oh, de taart! Het is de oven, Sam. Hij staat in brand. Geen paniek, Mark. Wij regelen het. Het is een elektrische oven, Elvis. Schakel eerst de stroom uit. Die zit daar. Oké, Sam. Gedaan, Sam. Nou, ik denk dat de taart nu wel uit de oven kan, Elvis. Oh, nee. Mama's taart. Mijn keuken. Je mag nooit weglopen als een oven aanstaat. Maar ik heb de tijd toch ingesteld? Die was dan duidelijk te lang. Oh, sorry. Het is ook mijn schuld, Sam. Ik had moeten controleren of hij goed was ingesteld. Oh, maar wat moet ik nu met het verrassingsfeestje voor mam? Ik heb alles verkeerd gedaan. Ik was gemeen tegen Mandy en Sarah. Ik wou namelijk dat alles helemaal perfect zou zijn. Kijk, er is nog tijd genoeg. Als wij je mogen helpen. Wij kunnen ook wel helpen, Mandy. Als je maar niet gaat vitten, Norbert. Nee, dat beloof ik. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de...